lastig te maken om dat tweede doelpunt dus te maken. En het wordt dan afgestraft in de slotfase via dit werkelijk formidabele doelpunt van Yokuşlu. Van een dikke 20 meter stift hij de bal over de Australische doelman. En alleen omdat hij het probeert, verdient hij het doelpunt al. Daarmee wint Turkije deze wedstrijd. Dus het gaat niet.